En we gaan vandaag weer naar Taylor Swift. En we gaan vandaag in Gelsenkirchen in Duitsland. Gelsenkirchen, welkom in de Eras Tour! Hallo iedereen. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog op mijn kanaal That Concert Addict. Het kanaal waarbij ik jullie meeneem naar concerten. En we gaan vandaag weer naar Taylor Swift. Show nummer 4 voor mij. En we gaan vandaag in Gelsenkirchen in Duitsland. En ik ga vandaag in mijn eentje. Maar ik ga wel ook weer met jullie. Want ik ga jullie vandaag lekker meenemen. Ja, Gelsenkirchen. Het is niet heel ver rij voor mij. 2 uurtjes zoiets. Ik heb een drukke week aanstaande. Ik ga vanavond naar Taylor Swift in Gelsenkirchen. Ga ik gelijk daarna door naar Düsseldorf. Want daar heb ik 2 Coldplay concerten. Maar dat worden allemaal aparte vlogs. Komt goed. Maar vandaag dus Taylor in Gelsenkirchen. En ik heb er heel veel zin in. En het is vandaag echt een beetje in de nosebleed. Maar ik vind het wel leuk om het zicht en de show ook een keertje van die kant te zien. Wat goed is, een heel groot scherm aan het plafond hangen. Dus dat is ook wel leuk. Ja, ik heb er wel heel veel zin in. En mijn outfit is vandaag 1989 Era. Dus kijk, ik heb een mooi blauw topje aan. En ik heb een mooie blauwe glitter rok aan. Vandaag echt poepie warm. Dus ik hoop dat ik het volhoud met deze outfit, maar moet vast en zeker wel goed komen. Gaat helemaal leuk worden. Dus dan zou ik zeggen, let's go. Hey, hier ben ik met een kleine toevoeging. Misschien is deze vlog een beetje rommelig. Ten eerste omdat het was heel warm. Dus dan ben ik er met mijn hoofd niet altijd helemaal bij, weet ik. Ten tweede, ik heb het net nog helemaal moeten zitten aanpassen. Want ik kreeg een auteursrechtenclaim en die was best wel heftig. Dus ik heb het echt aan moeten passen. Dus als je bepaalde stukken mist of denkt wat een raar knipje, vandaar. We zijn er en het is zo warm. Oké, hier is mijn ingang. Oké, we gaan voor de eerste keer mijn view zien. Sick. Wauw. Thank you.
You got me feeling like tonight I get to play a sold out show for 60,000 people in Gelsenkirchen. Yeah.
Yeah!
most beautiful looking stadium ever. Oh, thank you for doing that. Has a sister album that I'm also very proud of. That album is called Evermore. Door, November.
crush on Stijn. Blauw! Ja! Ik heb hem goed! Ja! Mijn master mind gaat goed vandaag, gek. To the acoustic section. To play as many songs from my catalog, from my various albums, from various eras, if you will, that I possibly could. I've played hundreds of songs in the acoustic section, and I do something different every single night. So I'll do something on guitar, then I'll go over to the piano, and this is like the challenge for me every night, but also the thing I look most forward to, so. Come out and hold me near. I am a prisoner.
De show is voorbij en het was zo vet, het was zo leuk. En nou, ik weet dat dit gedeelte is dus altijd echt een beetje te ringen en douwen. Maar ik vind het wel grappig nu hoe het eruit ziet met al die lampjes van iedereen. De temperatuur is nu wel echt heerlijk. Ik ben aan het genieten. Ik ga zo weer naar mijn hotel in Düsseldorf, want daar blijven dus een paar dagen voor Coldplay concerten ook. Dus maar als er geen file staat, is het maar 40 minuten rijden. Dus dat is lekker goed te doen. Genoten. Ik heb genoten. Het was wel echt heel warm binnen. Ja, hè? Wat doe je eraan? Het was buiten ook 30 graden vandaag. Yo! Hier ben ik met mijn outro. Nou, het is ondertussen alweer bijna 2 weken verder. Sorry voor deze intens late upload. Maar goed, zoals ik dus al eerder in de vlog zei, ben ik dus na Taylor ook nog naar Düsseldorf gegaan voor 2 Coldplay concerten. Die ook super gaaf waren, maar daar komen nog aparte video's van. En daarna ben ik echt wel geteld 1 dagje thuis geweest. Toen ging ik alweer weg, want ik ben ook nog naar de Formule 1 geweest. En toen ik terugkwam daarvan, moest ik gelijk weer volledig werken. Dus vandaar dat deze upload wat later komt dan jullie van mij gewend zijn. Maar hoe lang jullie ook moeten wachten, ik maak altijd een video van een concert. Dus als jullie hierop hebben zitten wachten, heel erg bedankt voor jullie geduld. Ja, de show was weer super vet. Ik heb het echt net zitten editen. Ik kan nu al het bijna niet droog houden bij de beelden van het einde. Ik ga echt over 1,5 week zoiets ga ik weer naar Londen voor de laatste show. Ik heb werkelijk maar geen idee hoe ik dat ga overleven. Maar goed, deze show was weer super vet. Taylor slayed as always. Ik vond het super leuk. Ik was dus wel in mijn eentje en daardoor missen jullie misschien sommige nummers nu in deze vlog, omdat ik ook een paar keer mijn vrienden heb gevideobeld. Vandaar. Oké, dan sluit ik bij deze video af. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Er snel nog 2 Coldplay vlogs aan. Er komt snel ook een Adele concert vlog aan. En binnenkort dus ook nog een Taylor vlog. Vergeet dus niet te abonneren. En ik zie jullie snel weer in een volgende video. Bye!